Tot en met 2 september wordt door Galerie de Buitenkans een expositie georganiseerd van Anita de Haan Ruiter, José Brugman en Marcel de Jong in de Trog aan de Bullaan 4 in Heiloo. Anita de Haan Ruiter is met name een zogenaamde drijfhoutkunstenaar en gebruikt het door zon, zee en zout doorleefde drijfhout van Bonaire. Uiteraard is al het hout zelf gejut. Anita maakt schilderijen geheel bestaand uit drijfhout, maar ook schilderijen waarin mozaïek en keramiek verwerkt is. Marcel de Jong laat zich in zijn schilderijen vooral inspireren door de oude meesters van de Haagse school. In zijn portretten en stadsgezichten streeft hij een klassieke, realistische weergave na, waarbij vooral ook de emotionele gelijkenis belangrijk is. Tijdens deze expositie zijn ook een aantal bijzondere portretten te zien. Bij deze schilderijen wordt het wit van het canvas als medium gebruikt. José Brugman is sinds 2015 actief in de keramiekwereld. José wordt gegrepen door de klei. Haar hart ligt bij de handvormen. Hierin kan zij meer van zichzelf en haar creativiteit kwijt. Zij combineert keramiek ook graag met andere materialen en dan met name met hout.